Burgemeester, u neemt ons tweede huis af. Dit is ons tweede huis. Ja, burgemeester, dit zijn de vaste bewoners van de West. En we zouden op prijs stellen als u ons een nieuwe kans zou willen geven. De koffieshop is slechts een dag dicht, maar veel buurtbewoners missen hun jointje nu al. Ik ben niet iemand die graag een biertje of een wijntje drinkt. Ik heb liever een jointje en dan ken ik mezelf nog. Maar als ik dronken ben, dan word ik een crimineel, dan word ik agressief. Ik weet niet wat ik ga doen dan. De burgemeester sluitte de zaak door een incident op 24 juni. Een 46-jarige man loopt de koffieshop binnen. Hij bedreigt het personeel met een vuurwapen. Ik schrok er best wel van. Toen schreeuwde ik van iedereen eruit. Keken ze een beetje vreemd aan met mijn klanten die er waren. Nogmaals, iedereen eruit. Toen hun naar buiten liepen, liep ik ook naar buiten. Trok de voordeur dicht. Toen bleef ik eraan hangen, zodat hij binnen bleef. Een volledig arrestatieteam moet uitrukken om de man naar buiten te halen. Volgens de politie verkeerde de man in verwarde toestand. Het is niet duidelijk wat de man zijn motief was. Nu, een paar weken later, heeft de gemeente besloten dat de koffieshop dicht moet, omdat het incident veel impact zou hebben gehad op de buurt. Ik vind dat de ondernemer geen slachtoffer ervan hoeft te worden. Het kan zo dat iemand ook in Dirk van den Broek, oftewel in Albert Heijn, met een pistool loopt. Dan gooi je toch ook niet Dirk van den Broek of Albert Heijn dicht. We komen elke dag hier al bijna 7 jaar. Dus nou zitten we zonder koffieshop. Dan gaan we rotzooi doen hier allemaal. De eigenaar is vooral boos omdat hij voor onbepaalde tijd dicht moet. Het afgelopen jaar werden meerdere koffieshops dichtgetimmerd nadat zij waren beschoten. Zij moesten dan voor 3 maanden dicht, maar tegenwoordig is dat slechts een week. Hij snapt niet dat zijn koffieshop, zonder dat er überhaupt geschoten is, dan voor langere tijd dicht moet. Mede omdat een risico op herhaling niet valt uit te sluiten. Als er op je koffieshop midden in de nacht wordt geschoten, kan dat ook nog een keer gebeuren. Maar dan ga je een week dicht. De eigenaar hoopt dat de gemeente het besluit wil herzien. U lacht nog wel een beetje. Ja. Ik probeer alles positief te kijken, ja. Meer tijd voor mezelf misschien. Maar ja, wil ik dat? Nee. Ja, geen junko meer. Dan gaan we op straat verkopen. Alsjeblieft, gooit u hem morgen open, want ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet niet waar ik moet hangen. Anders ga ik op straat hangen en dat is ook niet goed. Als u mij hoort, alsjeblieft, graag de koffieshop weer open. Dank u wel.